Ik heb een gedicht gekozen van Anton van Wilderode, een dichter uit het Waasland, waar ik zelf van afkomstig ben. En het gaat over de wingerd. Ik heb in het secundair onderwijs op Sint-Lieves College was er een gigantische wingerd langs de muur van de klasse waar we zaten. En ik stelde mij altijd de vraag, hoe blijft die hangen? En dat was eigenlijk wel iets waar ik toen over mijmerde als de lessen niet zo interessant waren. En vandaar breng ik u graag de wingerd van Anton van Wilderode. De wingerd, met wel 100 kleine handen. Vol vingertjes legt innige verbanden. En klamstig stevig, onder boven tussen. De spanten vast met brekelijke lussen. Of licht lang uit en leniger gespannen. Op een barmhartig bed van ronde pannen. Of kleeft tegen de kalk van prijsgegeven wanden die uit een woning overbleven. En wat zit er ook geweldig in, vind ik, dat overal met vasthouden en op die manier eigenlijk het gebouw ook vasthouden. Want ik dacht dan, ja, misschien is de wingerd de structuur langs de buitenkant van het gebouw waardoor ons klaslokaal overeind blijft. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.